Hoe heet de oud-SBS-presentator die wij kennen van de uitspraak... Hier word ik niet vrolijk van. Rob Geus. Dat is goed. Mam. Kim Lian. Welk werkwoord dat voedsel inslaan betekent... werd dit voorjaar onnavolgbaar vertaald door gebarentolk Irma Sluis? Hamsteren. Ja, dat is goed. Martien. Van welke serie over een vrouwengevangenis zie je hier de cast? Celblok H. Ja, dat is goed. Ja, nou. Noem de twee Nederlandse provincies die beginnen met de letter F. Friesland. En... En, provincie. En die andere provincie met de F? Flevoland. Ja, is goed. Oké, okay. Ja. Leo. Ja. Ik ga streng zijn. Limburg. Okay. Zeg drie keer foutloos. De sexy zangeres zong met succes haar songs op SBS6. De sexy zangeres zong met succes haar songs voor SBS6. Ja, nog een keer. De sexy zangeres zong... Zong seks? Nee. Seks zanger, zong seks. Met succes. Even opnieuw, want het was niet goed. De sexy zangeres zong met succes de sexy songs van nee, SBS 6. Nee, gewoon haar songs op SBS 6. De sexy zangeres zong haar... Nee, met succes. Zong met succes. Ik kan het er helemaal niet. De sexy zangeres zong met succes haar songs voor SBS 6. Ja. De sexy zangeres zong sexy songs voor SBS 6. Nog één. De sexy zangeres zong met succes de songs voor SBS 6. Ja, hè? Godsamme. Nou, daar gaat het niet. Wie werd dit jaar de nieuwe bondscoach van het Nederlands voetbalelftal? Barry, hi. Nee, Frank de Boer. Precies. Hoe heette het realityprogramma uit 2000... waarin de deelnemers wekenlang op elkaars lip zaten in een rond... Big Bronzer. Nee, in een rondrijdende luxe trekker. In een rondrijdende luxe trekker. De bus. De bus. Hoe heet de partner van Suzanne met wie zij hits scoorde als Weg van jou en Als het avond is? Oh, Freek. Ja, dat is goed. In welk SBS6-programma wordt al 25 seizoenen door middel van politiebeelden gevaarlijk rijgedrag in beeld gebracht? Oh, dat gaat stoppen. Wegmisbruik. Ja, dat is goed. Kim Lian. Hoe noem je boterhammen die je eerst in melk en eieren doopt... en na het bakken bestrooit met suiker en kaneel? Wentelteefje. Ja, dat is goed, Martien. Hoe heet deze mentalist, bekend van het buigen van... Uri Geller. Ja, dat is goed. Hoeveel jaar bevrijding vierden wij dit jaar in Nederland, Jeroen? 250. Nee, 200 jaar. Nee, 75. De bevrijding, hè? Nee. Ga door. De rol van welke dokter vertolkte Tom Hofman jarenlang... in de gelijknamige serie op SBS 6? Dokter? Dokter Friemel. Hoe heet dat? Dokter Friemel? Nee, dokter Friemel. Dokter Friemel. Nee, hoe heet het nou? Welk televisieprogramma van SBS 6 won in 2019 de Gouden Televisiering? Nee, Familie Meiland. Ja, dat is goed. Welke Nederlandse zanger stoot dit jaar Queen van de troon als de nieuwe nummer 1 in de top 2000? Danny Vera. Ja, dat is goed. Jeroen, is voor jou. Ja, dankjewel, Linda. Hoe heet deze bekende tuinman? Oh ja. Dat is Hans van Breukelen. Nee, dat kan je niet maken. Dat weet je toch, man. Dat is Rob Verlinde. Waarvoor staat de letter O in OMT, het adviesorgaan voor de bestrijding van een epidemie? Met die moeilijke dingen. De O van... Operationele. Outbreak. Had Peter R. de Vries tijdens zijn eerste uitzending van Peter R. de Vries misdaadverslaggever op SBS 6 wel of geen snor? Wel. Ja, dat is goed. Ja. Jan. Ja, bedankt. Welke oud-lingo-presentatrice is verkiesbaar voor het CDA bij de komende... Lucille Werner. Dat is goed. Ja, mag je van mij. Kim Lian. Nee, maak de titel van de populaire serie waarin Marlijn Weerdenburg de rol van advocaat speelde af. Danny? Lowinski. Ja, dat is goed, Martien. Oh, klote ding. Wat is er fout in deze zin? De naïeve interviewer vroeg de agressieve discjockey de oren van zijn lijf. Discjockey. Nee, de oren van zijn lijf. Het moet een hemd van zijn lijf zijn. Gebeurt niks. Welke wintersport beoefenden bekende Nederlanders in het tv-programma Vliegende Hollanders? Nou, dat weet je ook niet. Vliegende Hollanders? Ja, wat, welke wintersport? Skiën. Nee, schansspringen. Welke stad gaat in 2021... Ah! Oh. 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 En het was een songfestivalvraag. Die had je geweten, Martien. Oh. Wat jammer. Ik ben zo blij dat jij, man. Sorry, meneer en mevrouw Van Gaal en family. Ah, dat geeft niks. Je hebt je best gedaan. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.